Goedenavond en welkom bij dit afsluitende moment van deze avond Nederland-België. Vragen voor Louis van Gaal. Wie wilde beginnen? Dan mag degene nu zijn hand opsteken. Noah, dan is de eer voor jou. Dankjewel. Meneer van Gaal, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe tevreden bent u over de ploeg vandaag? Nou, dat ben ik niet, want ik vind dat België beter was. Maar waar ik wel tevreden over was, was ondanks dat de druk van België steeds grotere vormen aannamen, dan was er wel de discipline om de structuur bij balbezit tegenstander gewoon door te voeren. Want België had natuurlijk veel meer balaandeel. Maar ja, ze hebben niet zoveel kansen gecreëerd. En uiteindelijk hebben we nog veel meer grote open kansen gecreëerd als België. En dat heeft met, zeg maar, die discipline te maken. En daar was ik wel weer erg tevreden over. Dat heb ik ook gezegd tegen de spelers. Dat we in balbezit heel slecht gespeeld hebben. En maar wel de discipline konden opbrengen om gewoon de taken uit te voeren bij balbezit tegenstander. Waart u dat, het slordige in balbezit? Nou, dat was ook al tegen Polen, dat heb ik ook toen al gezegd. Ja, dat heeft te maken met de druk van België en de vorm van de spelers op dit moment. Heeft u over het algemeen wel kunnen bereiken wat u wilde deze week? Nou, wij hebben ons heel makkelijk geplaatst. We zijn in de Final Four. Ik heb vier keer kunnen wisselen. Vijf keer, want Ryan is er ook nog. Dus ik heb heel veel spelers gezien. En dat hebben we ook tegen Polen gedaan. Dus ik heb heel veel spelers gezien in het shirt van Neil Zelftal. En dat is toch anders dan dat je bij je club speelt. En bent u erover uit, de vaste elf? Nee, want dat ben je nooit. Omdat je ziet wel wat er gebeurd is met Memphis en Frenkie de Jong. Ja, dat kan iedereen overkomen. Even tot slot, nog 7 weken tot het WK. Wat verwacht u nou vooral van uw spelers de komende tijd? Ik verwacht dat zij bij hun club op een bepaald niveau gaan spelen. En als ze dat halen, dan zijn er al een aantal spelers die dan meegaan. Want die hebben zoveel plussen al bereikt bij mij. Tijdens de periode van de kwalificatie van het WK en nu in de Nations League wedstrijden. Maar er zijn altijd nog posities open die voor verbetering vatbaar zijn. Dankjewel. Wie, Martijn Krabbedam? Wie gaat dit openen voor mij? Ja, vroeger deden we dat met 2 flesjes. Alsjeblieft. Ja, applaus voor Bas, hè? Kom maar door, Martijn. Ja. Op het veld liepen een aantal spelers die deden terugdenken aan 2014. Maar misschien dit elftal eigenlijk ook wel. Want ja, blijkbaar is het toch moeilijk te winnen van jullie. Als je nou die elftal, stel dat het kon, tegen elkaar afzet. Wie zou dan winnen? Dit oranje of dat van 8 jaar geleden? Dat is moeilijk in te schatten, denk ik. Als je de wedstrijd van vandaag in oogenschouw neemt. Dan kan het zo zijn dat iedereen van elkaar kan winnen. Maar ik ga ervan uit dat we op het WK in balbezit beter gaan spelen. Maar daar heb je eigenlijk maar een week voor om dat te krijgen. Ik wilde juist net vragen of juist dat eigen balbezit, of dat nou niet gewoon heel moeilijk is om dat er nog in te krijgen. Nee hoor. Dat heeft gewoon met de vorm van de dag te maken en met de kwaliteit van de tegenstander. België is niet voor niks nummer 2 van de wereld. Dat zijn ze niet voor niks. En het is ongelooflijk, maar wij hebben 2 keer van ze gewonnen. En als je nou de hele wedstrijd gaat overzien,
Dan hebben wij het laatste kwartier 3 open kansen gecreëerd. Dat heeft België niet. Dus ja, dat is namelijk ook voetbal. Ja, ja, dus het spel in balbezit is dus niet, hangt dus niet af van positiespel trainen en dat er eindeloos aan halen. Dat kan ook in die sessies die jullie intern doen, bij wijze van spreken. Nee, daar hebben wij te kort tijd voor. Wij lenen spelers van de clubs. Dus wij hopen dat de spelers tegen die tijd in vorm zijn. Nou, dat was vandaag dus niet. Maar dat heeft ook te maken met het verschil in kwaliteit tussen Memphis en Frenkie de Jong. En misschien wel Teun Koopmeiners ook. Maar die heeft het ook nog niet echt geleverd in het Nederlands elftal shirt. Dus ja, dat moeten we afwachten. Daarvoor hebben we nog 6 weken en dat heb ik zo gezegd. Blijf presteren. Is het dan, tot slot hoor, is dat niet moeilijk dan voor een coach die graag alles in de hand wil hebben, dat je toch ook afhankelijk bent van een beetje geluk en spelers die fit blijven en misschien in vorm? Ik ben mijn hele leven al afhankelijk van mijn spelers. Alleen, ik probeer ze in een bepaalde visie te laten spelen. En dat lukt me aardig, over het algemeen. Dankjewel, Martijn. 1 rijtje naar voren, Willem Vissers. Ja, die vraag was bijna hetzelfde als die van Martijn, maar... Ik ga het dan toch stellen. Ja, omdat jij bent de man die van de controle houdt. En ja, nu, het is wel hetzelfde, maar nu heb je maar een paar dagen. En die andere keer had je toch nog een aantal weken waarin eventueel mensen nog konden beter worden. Ja, maar en... je hebt volkomen gelijk. Maar... Daar heb je volkomen gelijk in, want daar kon ik veel mee doen. En dat hebben we ook gedaan. Maar nu heb ik de verdediging en het middenveld veel meer kwaliteit als toen. En alleen van voren hadden we natuurlijk exclusieve kwaliteit met Van Persie en Robben. En Van Persie was nog geblesseerd, ook nog op het WK. Daar heb ik vele malen een jong ventje in laten vallen. En die heette Memphis. Dus ja. Ik denk dat het heel moeilijk is om van ons te winnen. In dit systeem. En ja, je hebt vandaag en ook tegen Polen weer andere spelers op zien staan, denk ik. En ja, dat vind ik ook wel mooi om te zien. Maar als voormalig katholiek doe je wel een schietgebedje. Doe je wel een schietgebedje op dat de wat creatievere spelers toch weer op tijd beter zijn? Nou, ik hoop dat het, maar goed, dat heb ik al volgens mij in de persconferentie ook gezegd. Ik zal altijd zo lang mogelijk een plaats overhouden voor Frenkie de Jong en Memphis Depay. En dat zijn 2 creatieve spelers. Maar ze zijn niet de enige 2. Maar zij zijn van zo'n niveau dat het heel wat toevoegt. En ik wil nooit zeggen, nou, ja, zij deden niet mee en daarom speelden we minder. Want ik vond Martin de Roon een van de betere spelers op het veld. En die speelde wel naar dezelfde kleur. Die heeft 1 keer maar naar de andere kleur gespeeld. Nou, die jongen heeft het dus voortreffelijk gedaan. En als jij altijd maar meteen de bal doorgeeft, ook al is het simpel, dan speel je op een hoog niveau. Eén dingetje misschien, die keeper, dat is net als dat een heel ervaren oude keeper is, als je zo ziet. Nou, dat is niet voor niks dat we pas hebben uitgenodigd en dat we hem 2 keer hebben laten spelen. Dat was allemaal van tevoren gepland. Maar niet als hij tegen Polen er 3 door had gelaten. Dan had hij vandaag niet gekiept. En zo gaat dat in voetbal. Je moet wel leveren. Nou, ik heb 2 keer niet met mijn billen hoeven knijpen. Omdat er gaat wel een hele rust van hem uit. En hij pakt gewoon de ballen op. Het was ook niet zo moeilijk, want tegen Polen heb hij amper wat te doen gehad. En vandaag heeft hij 5 of 6 ballen opgeraapt. En eentje dat ik hem zelfs met mijn borst niet kon stoppen. Dus dat was een mooie redding. Maar het was wel een mooie save, snoekduik. Makkelijk, op de goede hoogte. Het is niet zo dat je nou ondersteboven moet vallen dat hij zo goed die bal eruit hield. Maar, het was op zijn hoogte. Maar in je hoofd ben je dan wel uit, Sillissen of Pasveer?
En Vlekken dan? Ah ja, ja, maar goed. Volgens mij heb ik Bijlo nog. Die heb ook twee of meer wedstrijden gespeeld. Ik heb Vlekken twee of meer wedstrijden laten spelen. En Zillissen. En nu pas weer. En het zal gaan blijken in de competitie wie ik als eerste verkies. Wij maken iedere week een elftal op. En dat is de eerste keuze. En dan hebben we ook nog een schaduwteam. En dat, wisselt. Dat is nagelang de vorm van de spelers. Ik ben afhankelijk van mijn spelers. En dat is niet vandaag, dat is al 30 jaar. Ik ben 30 jaar coach en ik ben afhankelijk van mijn spelers. En neem je nu 3 of 4 keepers mee? Want dat was dan een beetje onduidelijk. Nou, waarschijnlijk 4. Want ik neem 3 keepers mee voor het spel, de wedstrijd en 1 penalty killer. Maarten Wijfels. Maar het zou kunnen zijn dat die penalty killer 1 van die 3 is. Dat is maar 3. Ja. Ja. Maar bepaal je dat pas vlak voor het toernooi of wordt dat heel snel beslist? Nee, 3 of 4. Alles bepaal ik pas vlak voor het toernooi. Dat heeft ook. Niet alleen met de keepers. En nu is het zo dat ik wel weet welke spelers er meer plussen hebben dan hè? Ja. Van die 60. Dus ik heb wel een geraamtaal. Ja. En wilde je, heb je eigenlijk alles of iedere speler op elke positie en elke rol kunnen zien wat je wilde? Malaatje, tweede helft er nog in? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat is niet zo. Maar, ik had Rens ook willen laten debuteren. Nou, maar ja, die Dumfries was ook een van de betere spelers. Ik kan ze niet allemaal wisselen. Nee, precies. En was maar goed. Want ik dacht dat Klaassen geblesseerd was. Omdat hij 1 keer trok met zijn been. En toen heb ik hem eigenlijk gewisseld. Maar ja, het was niet nodig. Want hij zei dat hij door kon spelen. En als je nou ziet, hè, je noemt net de Roon. Volgens mij had maar 1 overtreding in deze wedstrijd. En we kijken natuurlijk al naar het balbezit en kansen creëren. Maar dat is toch ook een statistiek waar je, nou, die misschien wel eens onderschat wordt. He, want toch vaak bij de Bruyne en zo. En ja, die moeten toch maar. Hij was als de Bruyne zich veel liet terugzakken, dat deed hij vaak. Dan moest Martin Drone hem oppakken. Dat heb je goed gezien. En als hij dan maar 1 overtreding hebt gemaakt, ja. Maar hij speelde gewoon een goede wedstrijd. Ja. Dankjewel, Mark. Maar daarmee begon ik. Hier deze persconferentie. Dat hij een van de betere spelers was. 2 vragen. We beginnen bij Valentijn en eindigen we in België bij Peter. Louis, gefeliciteerd. Is de wetenschappelijke onderbouwing van het keepersgebeuren, is dat al naar je gedaan of niet? Nee. Nee. Nee, dat is nog een heel gepuzzel, heb ik begrepen. Oh ja, dus, maar je onderbuik die is sterk genoeg om het al te weten wie het wordt. Ik heb wel een bepaalde mening. En of het uitkomt, dat gaan we zien. Ja. Je zei net van het shirt dragen van Oranje is iets anders dan het shirt van je club. Dan zijn er 2 spelers die heb je nog niet in een oranje shirt gezien. Noppert en Brobby. Betekent dat zij dan ook niet in aanmerking komen? Omdat je niet exact weet hoe zij zullen reageren op zoiets? Nee, de vergelijking die we nu gemaakt hebben, die hoeft niet dezelfde vergelijking zijn op 14 november of 21 oktober. Dan moet ik de voorlopige selectie en dan 14 november ergens moeten we de definitieve selectie. Dat maak ik pas op dat moment dat ik wel enige zekerheid heb over bepaalde spelers. Ja, dat is zo. Maar die kunnen ook nog geblesseerd raken. Dus daarom kan ik daar niets over zeggen. Nee, het is dus geen wet van mede en persen dat je, als je het oranje shirt nog niet hebt gedragen, bij het A11 dan. Zeker niet. Nee. Maar als er opeens een heel groot talent op komt, eigenlijk was Taylor zo'n talent. Dan selecteer ik hem. En die heeft nu 2 keer gespeeld. Ja, want dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Hoe zie je het optreden van Taylor deze 2 wedstrijden? Heeft hij veel plussen gescoord?
hij, zeker de eerste tegen Polen, dan vond ik hem echt heel sterk invallen. Vandaag was het minder. Maar het was ook een veel moeilijke wedstrijd. Dus ik kan het wel vatten dat hij vandaag wat minder speelde. Maar hij viel gewoon weer goed in. Dankjewel. Peter, een Belgische laatste vraag en dan draaien we er een einde aan. Meneer Van Gaal, u heeft nu 2 keer tegen België gespeeld, 2 keer gewonnen ook, België van dichtbij bekeken. Kan u inschatten als objectief waarnemer of België nog in de buurt kan komen van het niveau van 4 jaar geleden? Of is er te veel kwaliteit verloren gegaan? Hoe ziet u dat voor de wereldbeker? Ja, ik heb die kwaliteit 4 jaar geleden nog niet voor me. Dus ik moet zeggen, ik kijk altijd naar Nederland. En naar Engeland en Duitsland en niet naar België. Dat is heel vreemd, terwijl België nummer 1 stond. Dus ik kan daar eigenlijk niet zoveel over zeggen. Ik vind dat België vandaag een beter voetbal heeft laten zien dan het Nederlands elftal. Maar dat is ook voetbal. Wij hebben gescoord uit een corner. En daarna was het helemaal open huis daar. Dus hadden we ook 4-0 kunnen winnen weer. Is dat misschien een van de problemen in vergelijking met vroeger? Denkt u dat, dat België de defensieve kwaliteit heeft ingeleverd? Waardoor het makkelijker hebben, de nul komt. Ze hebben ervaren spelers die de bas is dan een jonge speler. Maar ze hebben daar veel ervaring. Dus ja, ik weet niet. Ze hebben dan ook nog Courtois, wat ik een hele goede keeper vind. Dus ik denk dat dat nogal meevalt. Dat denk ik echt. Nogmaals, ik zie België alleen maar spelen als ik tegen ze moet spelen. En dan analyseren wij ze en dan, nou ja, dan winnen we. Ik denk dat we het daarbij gaan laten. Dankjewel voor de aandacht en tot later. Okay.